Die zelftesten die zijn cruciaal om de pandemie plat te krijgen. Maar toch zijn die vandaag nog steeds betalend. En dat is natuurlijk een drempel voor heel veel mensen om die frequent te gaan gebruiken. We zitten vandaag in een situatie waarbij heel veel mensen besmet zijn zonder dat ze ziek worden en dus het virus doorgeven zonder dat ze er zelf erg in hebben. Dat is redelijk gevaarlijk voor de verspreiding van de pandemie. En de enige manier om dat tegen te gaan, is zorgen dat die mensen zichzelf veel meer gaan testen. Steven van Gucht zei het, eerst een testje, dan een feestje. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Als je naar de cultuurvoorstelling gaat, naar theater, naar de cinema, eerst even zelf testen. Als je naar de familie gaat op bezoek, eerst even zelf testen. Dat is waar we vandaag naartoe moeten. Die zelftesten die zijn cruciaal om de pandemie plat te krijgen. Maar toch zijn die vandaag nog steeds betalend. En dat is natuurlijk een drempel voor heel veel mensen om die frequent te gaan gebruiken. In het Verenigd Koninkrijk zijn zelftests vandaag gratis beschikbaar voor de bevolking. Steven van Gucht zegt vandaag, gratis zelftests, goed idee. En dus is mijn vraag, meneer de minister, hoe staat u daar tegenover? Welke maatregelen wil u nemen om te zorgen dat we die zelftesten veel breder kunnen gaan inzetten? Wat de betaalbaarheid betreft, ik heb het daar straks al gezegd, we hebben een regeling voor verhoogde tegemoetkoming, 1 euro. Dus dat is denk ik niet de drempel, maar de bekendmaking daarvan is inderdaad wel een issue. In elk geval bedankt aan de mensen van Groen voor de steun voor het voorstel voor die gratis testen. En meneer de minister, ik snap van u de terughoudendheid niet goed. Natuurlijk is het geen zaligmakende oplossing. Natuurlijk gaat het samen met contact tracing, met ventilatie, met de zorg versterken, uiteraard. Maar waarom zo twijfelen om hier nu ook volop op in te zetten om die golf plat te krijgen? Allee, als het is om een coronapas in te voeren, ja, dat is ook niet zaligmakend, dat is ook maar één van de delen. Maar dan is er geen probleem, dan gaan we vol een bak. Als het gaat over vaccins verplichten, dan gaat u ook vol een bak. Maar als het gaat over zorgen dat mensen zich niet op kosten moeten jagen om zichzelf te testen, om zichzelf en hun omgeving te beschermen, om mensen een extra wapen te geven om hun naasten te beschermen, dan geeft u nu thuis. Ik vind dat bijzonder jammer en ik hoop echt dat er morgen op het overlegcomité toch wordt beslist om die zelftesten gratis te maken.